Breda Nu. In dit programma besteden wij extra aandacht aan de kanjers van Breda. Namelijk jij, de inwoner. We zien hoe sommige inwoners nog hard aan het werk zijn en hoe anderen hun quarantainetijd thuis nuttig besteden. Samen vechten wij tegen dit virus. Dit zijn de vlogs van en voor de kanjers van Breda. Ik ben hier aan het werk op dit moment bij het meldpunt van Zorg voor Elkaar Breda. Een punt waar altijd al veel vragen binnenkomen van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben in Breda. Maar nu, in de tijd van corona, besteden we hier extra aandacht aan. Niet alleen mensen die hulp vragen, maar ook heel veel mensen die hulp bieden voor een ander. Bellen hier naartoe, mailen hier naartoe, komen met een idee hoe ze voor een ander iets kunnen betekenen. En nu is eigenlijk het mooie wat er in onze stad gebeurt, dat er enorm veel mensen zijn die iets voor een ander willen doen. Er bellen hier jonge mensen, oudere mensen die voor een ander een boodschap willen doen, een hond willen uitlaten, de tuin willen bijhouden. Het kan niet op, er is veel hulpaanbod. Maar waar wij nou zo benieuwd naar zijn is, hoe kan het dat het lijstje van mensen die hulp vragen eigenlijk zo kort blijft? Mensen lijken te denken, oh, ik los het zelf wel even op. Terwijl mensen toch thuis zijn komen te zitten van de een op de andere dag. Terwijl je misschien wel 5 dagen in de week naar dagbesteding ging of ergens anders ging eten. Hoe gaat het met iedereen thuis? En durven mensen ook vandaag de dag te vragen als er iets niet lukt? Eigenlijk wil ik iedereen daartoe uitnodigen. Want het is niet een kwestie van een week waarin we zitten. Het is een periode die waarschijnlijk ook iets langer gaat duren. Mensen die angstig zijn om naar buiten te gaan, maar die wel iets nodig hebben. En dat kan een keer iets van een apotheek zijn, of uw boodschappen, of iets heel anders. Dus durf te vragen, juist in deze tijd. Al deze mensen zitten er klaar voor om uw telefoontjes op te vangen en hulp is echt zo gevonden. Want we zijn een mooie stad, we brengen het allemaal samen in Breda. Dus laten we ervoor zorgen dat vraag en aanbod ook echt gematcht kunnen worden. Kom maar op en bel maar, we zitten ervoor. Nou, goeiedag allemaal. Mijn naam is Joyce en ik werk op het Breda College in Breda. En deze school valt onder INOS en die heeft echt heel veel scholen binnen Breda. En ik ga jullie even meenemen hoe het in deze tijd is, de roerige periode met het coronavirus, hoe het is om als leerkracht thuis te werken. Maar hoe dan? Ik ben toch op school. Ik neem jullie even mee. Nou, inmiddels heb ik mijn bakje koffie en ik zal jullie wat meer vertellen over het Breda College. Zoals ik al eerder zei, het Breda College valt onder INOS. En INOS heeft echt heel veel scholen binnen Breda. Wij zijn een VSO-school. Dat is een voortgezet speciaal onderwijs. Dus wij hebben leerlingen vanaf 12 jaar tot en met 19 jaar. Verschillende niveaus heb je hier allemaal. Ik werk in leerroute 6 op het VSO, op het Breda College. En dat wil zeggen dat de leerlingen die wij hebben uitstromen naar dagbesteding of activerende dagbesteding. Het zijn jonge lui met een ernstige verstandelijke beperking. Of ze kunnen ook een lichamelijke beperking erbij hebben. En dit doe ik natuurlijk niet alleen in de klas, want het is aanpakken met die jonge lui die we in de klas hebben. Dat doe ik samen met mijn collega Liz. Zij is onderwijsassistent voor mij in de klas. Hi. Hi Liz. Hi. En Liz is ook druk bezig om leuke dingen te maken voor de leerlingen thuis. Nou, we staan hier nu dus voor het digibord. Ik zal even in het kort laten zien hoe een dagprogramma bij ons eruit ziet. Ik heb hier bijvoorbeeld een maandag gepakt. Wij praten hier met gebaren. Ondersteunende gebaren voor onze kinderen. Ik zal in het kort even laten zien wat het dagprogramma dan inhoudt. Wij zijn vooral met onze kinderen heel praktisch bezig. Veel praktijkvakken. Dus echt de digibordlessen of rekenlessen en taallessen hebben wij niet. Dat wordt vooral allemaal verweven in de praktijkvakken. Kijk, op de maandag beginnen we met z'n allen in de kring. De kinderen komen dan één voor één binnen en dan kunnen ze even acclimatiseren, want een busreis is voor sommige kinderen al best heftig.
Dan gaat er een groepje, die gaat winkelen met juf Liz en juf Ina. Ina, nou doe ik het zelf verkeerd. Dan blijf ik met een groepje hier op school. En dan gaan we praten over het weekend. Over hun stage die ze op de donderdag en de vrijdag hebben gehad. Vervolgens komt het boodschappengroepje weer terug. Zijn wij klaar met praten? Dan hebben we muziek. Dan gaan we naar de muziekdocent. En muziek is gewoon fantastisch. Daar kan je allerlei vakken in verweven. Van taal tot rekenen, noem maar op. Dus het komt allemaal aan bod. Maar in een ander jasje. Nou, zoals jullie zien zitten we klaar voor de muziekles die we voor de kinderen thuis gaan maken. Ja. Zodat ze ook gewoon thuis lekker muziek kunnen doen. In plaats van alleen maar liedjes luisteren op de iPad, kunnen ze dadelijk actief meedoen. We beginnen altijd met een startlied. Daar gaan we dadelijk mee beginnen uiteraard. Anders heet het geen startlied. Duh. En daarna hebben wij op het digibord een liedje waar ze fysiek in beweging mogen komen. Dus allemaal met die luie kont van die bank af. Leg die iPad allemaal neer en dan mogen ze lekker meedoen. Maar nu beginnen we eerst even met het startlied. Het is weer muziek, de spits nu allebei je oren. Beweeg je tenen op en ik gebruik je mond. Het is weer muziek, dus laat die handen nu maar horen. Zo, we zijn inmiddels weer een paar uur verder. En we hebben veel dingen gedaan op de computer voor de leerlingen. De muziekles is af. Die proberen we straks online te plaatsen. Ik ga nu naar huis. Ik ga thuis ook nog even wat dingen uitwerken op de computer. En een puberende zoon aan het werk zetten voor school. Ook leuk. Weet je, ik vind het makkelijker om voor een klas hier te staan dan om je eigen zoon onderwijs te moeten geven. Dat vind ik veel lastiger. Dus echt alle respect voor alle ouders die nu thuis met hun kinderen aan de slag moeten voor thuisonderwijs. Want petje af. Het is niet niks. En daarna ga ik nog even naar mijn ouders. Want ik ben ook mantelzorger voor mijn ouders. Vooral voor mijn moeder, want zij heeft Alzheimer. Dus dan ga ik mijn steentje bijdragen. En hopen dat ik niet verkouden word. Want dan zou ik niet meer naar ze toe kunnen. En dat zou wel heel naar zijn. Maar goed, dit is dus een klein stukje van mijn leven. Hoe het er nu uitziet. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het superleuk om te doen. En dit was mijn allereerste vlog die ik heb gedaan. En ik vond het stik leuk. Hey, de groeten allemaal. En blijf gezond, hè, allemaal. 1,5 meter afstand. Doei! Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Jan Smulders. Ik ben de enthousiaste goochelaar van Breda. En Breda nu heeft mij gevraagd om een leuke vlog op te nemen. Dus dat doen we. Eigenlijk was het de bedoeling. Want ik ben een tijdje terug met Mike Siebelink op pad geweest voor het programma Handen uit de Mouwen. Waarin hij een dagje stage liep bij de goochelaar, wat hij heel graag wilde. Dat is natuurlijk een entertainment-achtig iets, maar waarbij we met hele grote groepen waren. Dus dat vermijden we even. Dus die uitzending die heeft u nog een keer te goed. Het coronavirus, mensen. Het houdt ons toch iedere dag bezig. Je ziet het. Ik zit thuis. En ik hoop u ook. Dan moet je wat natuurlijk. Dus ja, ik zat deze puzzel. Daar zat ik eens even mee te spelen om die op te lossen. Maar dat valt nog niet mee. Want deze puzzel heeft 44 triljoen mogelijkheden om dit tot een goed einde te brengen. Dus dat is best lastig. En toen ik dit zat te doen, toen zat ik te denken, dan moet het toch voor die virologen en laboranten die allemaal op onderzoek zijn om uiteindelijk een vaccin te vinden voor dit ingewikkelde virus wat zoveel schade aanricht en wat zoveel mensenlevens kost, om dat op te lossen. Maar ja, dan zijn wij natuurlijk goochelaars. En voor zo'n puzzel gebruiken wij bijvoorbeeld een zakje. Maar zo simpel is het natuurlijk niet voor de mensen daar in het veld. Want zoals wij dingen eigenlijk oplossen, en mensen vragen het ook aan mij. Jan, jij bent een goochelaar. Kun jij niet met je collega's in het land eventjes dat virus met een vingerknip wegdoen?
Dat gaat helaas niet, lieve mensen. Maar met een puzzel komen we een heel eind als we in onze vingers knippen. Ik zou willen dat ik het kon, maar we kunnen het niet. Maar let goed op, want als ik tegen dit zakje aanklik, dan is de puzzel gewoon opgelost. Dus was alles maar zo eenvoudig. Helaas. Er zijn heel wat beroepsgroepen die momenteel thuis zitten. Nu heb ik nog een dagelijkse baan. Ik werk ook vanuit huis. Al best wel lang, kan ik u vertellen. Al een week of vier zelfs. De kinderen zijn natuurlijk thuis. Ongelooflijk hoe kinderen eigenlijk heel snel zich aanpassen aan de huidige situatie door te leren op school. Via de computer, online, lessen volgen. Het is een gekke tijd. En daar moet je even aan wennen, maar ik moet zeggen, het gaat best goed, ook in dit huis. Ik heb een lieve vrouw, twee kinderen. We moeten hier doorheen. Dus ga niet te vaak die deur uit. Breda Nu.